Kijk, Mitchell van Dinter, ik ben 20 jaar, ik maak muziek onder de naam James Hu. Dan treed ik mee op en daar probeer ik van te leven. Ik maak nu 2 jaar muziek ongeveer, en na 2,5 jaar denk ik. En ja, dat is best wel in een sneltreinvaart gegaan en vorig jaar werd ik door BKKC benaderd of ik aan een project mee wilde werken, dat heet Brandstof. Ja, dus een talentontwikkelingsproject. Het heeft mij gewoon heel erg geholpen om zeg maar heel geleidelijk aan op mijn eigen benen te kunnen gaan staan. Maken we een soort van plan en daar hebben we een coach aangesteld. Ik ben Ronald Keizer. Ik ben freelance producent en manager van verschillende groepen en ik organiseer festivals. Het traject wat ik met Mitchell ben afgegaan, in eerste instantie hebben we een plan gemaakt. Een kopstaartplan van oké, over een jaar willen we daar staan. En hoe gaan we dat bereiken? Had te maken met, van, komt er een album uit? Gaat die toeren? Hoe komt dat er live uit te zien? Hoe ga je dat in de markt zetten? Hoe kan je Mitchell daarin ondersteunen? Hoe kan hij beter tot zijn recht komen als producent, als muzikus ook? Vooral heel belangrijk is dat er gewoon ruimte gegeven wordt aan mij om een ding te doen, zeg maar. Ik merk gewoon dat er nu dingen kunnen die anders gewoon totaal niet kunnen hadden. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Hij heeft zelf ook de dappere keuze gemaakt om te stoppen met zijn studie. En zich helemaal te storten op het produceren van muziek. En ik denk dat die stap wel heeft geleid tot het succes wat hij uiteindelijk heeft bereikt na een jaar. Ik stond binnen no time wel op Noorderslag en allerlei belangrijke festivals. Er kwam een eerste plaatje uit. Wiebo Burkens, die heeft op die plaat ook dingen meegespeeld. Samen met Gideon van Gelderen, daar heb ik ook dankzij het Brandstofproject kunnen opnemen. Ik heb denk ik gewoon heel veel aan gehad. Dat ik van Artie Verrokai, Richard Speven, Gideon van Gelderen en Wieboud opnemen. Tot aan Ronald en ook mensen van BKKC zelf die gewoon heel veel betekend hebben op marketingvlak. En ook me geholpen hebben met het financiële gedeelte. Zijn eigenzinnige muziek weet hij ook prima onder de aandacht te brengen bij soortgenoten. Om het zo maar te zeggen. Soortgelijke producenten, maar dan uit het buitenland. Heb je het over Dimlight, heb je het over Flying Lotus, dat soort mensen. Nou, die hebben allemaal de muziek digitaal ontvangen. Ik denk dat wat hem vooral ook heel ver heeft gebracht in de coaching, is gewoon het goed gebruiken van de contacten en niet overal zomaar blind muziek heen sturen. Maar echt goed onderzoeken van, zijn het mensen waar ik iets aan heb? Doen die iets met mijn soort muziek? Nou, dat soort dingen. Mitchell is sowieso iemand die een beetje buiten de gebaande paden werkt. Weet je, dat hoor je aan zijn muziek. En ik denk dat het heel belangrijk is dat juist iemand als hij, die zo'n duidelijke eigen muziekstijl voorbrengt, dat hij erg op zijn eigen gevoel kan vertrouwen. En dat heeft hij echt moeten leren. En dat doet hij goed. Want ik ben ontzettend trots dat hij volgend jaar op de Red Bull Music Academy staat in New York. Krijgt hij les van Flying Lotus. Nou ja, dat is een grote held van hem. Dat vind ik erg tof om te zien dat hij inderdaad zo ver is gekomen. Ja, een van de grote redenen dat het nu zo snel gaat is zeker Brandstof. Ik heb bijvoorbeeld al in meerdere studio sessies in kunnen plannen dankzij Brandstof. En daar is gewoon heel mooi materiaal uitgekomen. En dat materiaal is nu, dat wordt nu gedraaid door grote internationale DJ's en daardoor word ik ook geboekt. Dus dat heeft zeker geholpen, alles staat gewoon netjes in verbinding. Ik denk dat het sowieso zou het heel mooi zijn als Brandstof doorgang kan vinden de komende jaren, of de komende 2 jaar misschien. Of daar voor mezelf een rol bij is, dat weet ik niet. Want er moet namelijk wel een muzikale klik zijn en een persoonlijke klik. Als die er is, dan sta ik er zeker open voor, want ik vond het een heel leuk jaar. Ik heb zelf ook heel veel geleerd ervan. Het is tof te zien als iemand als Mitchell in dit geval, dat zich tot een bepaald niveau heeft ontwikkeld. En dat heel veel dingen worden opgepikt ook. Dus dat is erg mooi om te zien.